Ik heb een shot. Nu? Ik ben door de muur heen geschoten. Dat is best wel kaal. Kan dat door de muur geschoten hoor? Ja. Ja. En dat was door een bot. Fijn. Ik heb me dus helemaal niet gezien, maar. Ah! Kom je aan. Kom maar. Met een iets geavanceerde shot. Ben je nog op boven? Nee, kom weer. Achter je. Oh, maar die weet ook niet meer dat ik erin geschoten is. Zo. Maar dat bedoel ik, kijk, in Battlefield had ik nu een double kill. En hierbij heb ik 5% of 5% gedaan. Ja. Het slaat nergens op. Nee. Alsof 15 kogels genegeerd worden als ze niet in je hoofd zijn. Oh dear. Ja, ik heb op. Ja, ik. Ik weet niet wat het is, maar ik kan hier echt niet meer schieten. Ik moet die misschien even eentje omlaag zetten. Gevoeligheid gewoon nog hoger. En daarnaast moet ik iets gaan verzinnen waardoor. Ja, dat is natuurlijk een bot, want die ziet mij al voordat ik dood kom ben en begint tot schieten. Appel. Is het een volledige magazijn of iemand leeg? Nee. Nou, Bob alweer. Hey, waarom sta je er nou niet meer? Ik heb geen stijl. Ik wil gewoon een game waarbij je als je kogels doet, dan zijn mensen doodgaan. Ik dacht ja, was het glijbaan. Ja, ik ben aan het schieten, verandert die van wapen natuurlijk. Ja. Heb je een kill gemaakt? Als je een ander van wapen hebt, een kill. Ja, weet ik. Maar zo één kant. Auw. Nee, maar. Ga ik ook nog raken of wat? Hoppen, man. Richt, ja. Het duurt zo lang voordat je een keer schiet. Kan je dat niet tot een van meer stemmen doen? Met de rechtermuis. Met... Oh joh. Wat? Nou, je kan ook snel schieten hiermee. Daar had ik in het begin ook moeite mee. Die is nieuw in CSGO. Ik heb hem nooit gehad. Die revolver. Dank u voor de kill. Oeh, wie heeft hier een mes? Ja, van jullie team. Oh, dat is mooi. Auw! Stond op. Hey, zo te doen. I got a knife. En hoe kan je iemand van één keer neerlijden? Van achter. Met mens. Ja. Counter-terrorist win.
Maar het mocht niet tot zover komen. Oké, nu nog iets van die. Nee, vast niet. Waarom gaat hij zo langzaam? In de toren, oké. Okay. Ja, maar dat was ook al. Geen lijk. 46% geheugen, 14% CPU. Waarom gaat hij dan traag? Waarom loopt hij niet vloeiend? Hij heeft Counter-Strike maar 30 frames per second of zo. Nee. Is hij al vastgelopen? Nee. Oké, okay, hij is nieuw aan de. Oeh. Oh ja, dat is leuk. I've got a kill. Maar het zit weer daar. Nee, jongen. Tuurlijk. Als je Mart krijgt, wil verliezen, moet je dat gewoon doen. Ja, dan moet je dat wel gaan doen. Ja, dan ben je go, go, go! Ja, voor mij heb ik daar geen enkel schot geraakt. Oh ja, nee, ga even. Ga lekker voor me lopen. Dood zijn er nog wel. Hey, Bob. Ja, Mart. Ja. 75 in 6 hits. En hij raakt mij in 2 kogels en ben ik dood. Oh, sorry. Ah, kijk. Ja, dat heb ik natuurlijk weer ingenoot geraakt. Ja, dat is dan weer een bot. Oh, wat? En ruiken het. Is dit vast de spawnplekken? Ja, ongeveer. Ja. 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 Ja, dan moet ik daar dus niet komen. Ah. Kijk. Je moet 2 kills hebben voor Ja. Waarom word ik door zowel teamgenoten als vijandelijke bossen neergezet? Oh ja, ik word er doorheen geraakt, dat is waar. Shit, er zit gewoon iemand helemaal doekie. Waar is het link? Ja, meneer Hart. Hoe is die dood gegaan? Schot, dan ben je mij een keer geraakt. Van 32 gaat. Ah, van boven. Nee, van links. Ah. Is hij nu dood? Dat weet ik niet of hij dood is. Want dat kan ik niet zien of hij dood is. Good kill. Met die daar. Hoe lang zit hij daar nog? Ik zit al de hele tijd heen en weer te bewegen. Oké. Ik moest al mijn keer langs. Sorry. Meen het bijna. Auw. Oh weer. Dat is wel pijn, weet je. Je hebt echt pijn gedaan. Nou. Oh shit, Mr. Bot. Spawn camp, hè? Ja, spawn. Hey! Ik 2 stappen, wat wil je dat? Dat is de way we do it! Ja, bots die kunnen je zien voordat je de hoek om bent en zo. En dat gebruiken ze ook. Ah, oh, shit. 2 hits maar, hè? Shotgun. Hoezo raak ik? Ja, nee, ik bedoel, ik raakte jou twee keer. Oh. Oeh, dat ging wel lekker. Ja, dat ging minder lekker.
linkerkant is er één. Ja. Hallo. Ben je echt de spelers? Oké. Help! Dat is niet zo. Ga maar. Nu ga ik ook even spawn campen. Dat was een lange corridor camp. Ja, ga je dat doen? Ik ben wel een beetje laf hoor. Makkelijk. Gewoon wapen waarmee je gewoon het gevecht in. Ah, mis je één keer en dan ga ik dan natuurlijk wel. Ja, dit is live. Nice. Ah, maar ik had hem wel. Kan je met een... Ja, nee, dat was jij niet. Ik was wel met een sniper. Ja, maar... Ik werd door iemand met een shotgun geraakt. Zo! Aan de kant van de straat. Dat was makkelijk. Ja. Het is heel irritant dat je nou meteen geen stap meer kan zetten. Ik dat ik... Heffings op. Ik vind die twee zoekstanden ook heel irritant. Oké, linksboven in het huis. Kan je daar naar boven, joh? Blijkbaar. Dat wist ik niet. Wist ik niet. Is het zo dat sommige wapens 2 en sommige 1 kill moet hebben? Weet ik eigenlijk. Wat precies zit. That's how you do it. Ja. Oh. Hoe komt die daar nou weer? Terwijl er niemand is. Ik leer nog steeds met z'n allen. Ah, nou inderdaad. Naar de deur even. Oh ja, ik heb mijn neus. Ha! En hij is dood. En geen eens een bot. Oh, we hadden ook 3 bots. Al level 2? Nee. Nog steeds niet. Hoeveel experience moet je nog? Nog iets minder dan wat ik nu. Oh, 764. Ja, yeah, dat zijn nog wel potjes, of niet? Is dat nou exact? Ja, ik weet niet waarom we die allemaal stemmen. We stemmen ook zonder het overleg, hè? Ja, jij gaat toch elke keer bij het andere team. Ja, ja. Ik wacht. Ja, dan. No. Ja, dat dus. I don't like headshots. Bart. Ja. Waarom? Jullie allebei ook, hè? Ja. Yeah. Oh, het is nou echt gewoon 2 tegen 1. En bots. Ja, en bots. Maar je hebt de teammate hier. Yeah. Die teammate niet voor mijn lopers zijn. Oh, er staat wel eentje boven. Is toch maakt. Ik liep gewoon met mijn rug er net op. Rug er net toe. Oh. Nou, niet.
Ja. Niet iedereen tegelijk, jongens. Ja. Ik snap 2 damage in. Of 9 hits. Hoe kan ik nou mijn 9 damage doen? Oh, dat ging niet verkeerd. En daar gaat ook wel verkeerd. Dat is een headshot. Waarom raak ik het niet? Ik snap het niet. Dan heb ik zo'n mooi kruisje en dan staat er midden iemand op. Ja, oké, die bot die raakt me van de map. Ik kan hem niet rijden. Ik snap gewoon helemaal niks van dit spel. Ik snap het niet. Auw. Nou ja, je hebt toch ook van die rare... weet dat? Van die... Midden in mijn crosshair en ik raak je niet. Ah. Wat is dat voor idioot systeem? Zo. Dat was een iets betere schot. Ja, daar word ik door zo weer van de andere kant van de map. Dat is gewoon schoon. Met een shotgun om de hoek. Daar zijn ze best, hè? Mm-hmm. Oh yeah. Ja, dan komt hij aan de hoek. Ja. Hallo, Bob. Ja, Emil. Ik moest niet loaden. Als je iets niet wil met een shotgun, te midden van alle enemies. Oh. Ah, ja, ja. Juist schoot ik. Als je mag niet op mij schieten. De bots staan niet allemaal. Voelde iemand kogels? Mhm. Stomme bots weer die gewoon. Die bots schiet elke keer door muren heen. Zonder dat ze ook maar kunnen zien ofzo. Nee, ze schiet wel door de muur heen. Ik ga dan heel rustig om het hoekje heen en dan begin ik zo. Ach, geweer leeg. Dan beginnen ze al met schieten voordat voordat ik om de hoek ben. Dank u. Ik heb moeite om mensen te vinden. Waar komt die nou weer voor? Dank u. Ik heb hem nog niet eens geraakt. Oké. Okay. Ja. Ik heb moeite mensen te vinden en dan vervolgens zie ik er 2. Goed te schieten. Zal best, ja. Go.
god. Oeh, dat is weer een mes. Ja, dat is ook een. Zo! Dat is mazzel. Ja, dat was close. Close, too close for comfort. Had je hem bijna? Nee, lange niet. Ja, ik kon geen kant op, daarom zeg ik. Oh. Ah, ga nou weg met je schoenen. Bob. Ja, jammer. Ja, hè? Doe ik zo hard mijn best op de knife. Ja, staat hij daar gewoon stil op, hè? Hey, je hebt een vette crafting. Die heb ik net goed. Oké, okay, oh, ik ben ja. Level 2. Oh, ja? Kunnen we een competitive? Denk het. Moeten we dat zelf doen?